Suriname moet als lid van de Wereldgezondheidsorganisatie het recht op pijnbestrijding ook in de patiëntenwet opnemen. Dit stelde professor in de juridische wetenschappen Monique Feira vrijdag tijdens een lezing over patiëntenrechten in de conferentiezaal van de medische zending. De wetenschapper stelt dat het systeem van patiëntenrecht in Suriname vrij jong is. België, die als een van de laatste West-Europese landen de patiëntenrechten in een wet heeft vastgelegd, noemt ook het recht op pijnbestrijding. Dit recht is niet in ons concept burgerlijk wetboek opgenomen en ook niet breed ingevoerd in Suriname. In een aantal gevallen wordt wel voldoende pijnstilling gegeven en in een aantal andere gevallen niet. En waarom niet? In Nederland is het recht op pijnbestrijding niet als expliciet patiëntenrecht opgenomen vanwege de discussie over pijnbestrijding bij de bevalling. Feira geeft aan dat zij de cijfers over de pijngerelateerde klachten in Suriname niet heeft kunnen achterhalen. Het is verwachtbaar dat de cijfers niet veel zullen verschillen met die van de rest van de wereld. Bekend is dat ongeveer 20% van de klachten waarmee de Nederlandse huisarts geconfronteerd wordt, te maken hebben met pijn. In de Verenigde Staten van Amerika wordt de huidige wijze van pijnbestrijding zelfs als een gezondheidscrisis gezien. Tevens stelt de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, waar Suriname lid van is, dat het absoluut nodig is om pijn te bestrijden. Suriname zou dus als lid van de WHO het recht op pijnbestrijding ook in de nieuwe patiëntenwet moeten opnemen. De professor stelt verder dat het heel erg belangrijk is dat een patiënt zijn rechten kent. Indien een patiënt merkt dat deze rechten worden geschonden, dat bijvoorbeeld een vereiste medicijn niet wordt uitgeschreven, moet de patiënt deze rechten afdwingen door te vragen naar het desbetreffend recept, benadrukt Feira.